Mama, ik ga oefen dit jaar. Ik ben niet zitten weer. Mama, examen makkelijk. Zondag 9 mei is Moederdag en wij zijn benieuwd of mensen Moederdag te commercieel vinden. Daarom gaan wij de straat op met de stelling van de week. Ik vind Moederdag te commercieel. Wat vind je daarvan? Nou, een beetje wel. Het wordt wel heel erg opgeblazen. Ik vind het wel leuk Moederdag, even aandacht aan moeders en een kleinigheidje of een leuke tekening of een bloem uit de tuin. Ja. Ik ben zelf mama, sinds 5 jaar. En ik vind het veel leuker als ik een cadeautje krijg wat zelf geknutseld is. Nou ja, het is toch altijd leuk om wat voor je moeder te doen natuurlijk. Ik heb wel zoiets van, ik vind het leuk dat er een dag is, en ook voor vaders, gewoon als even in het zonnetje staan. Maar tegenwoordig met al die reclames en dat soort dingen is wel een beetje overdreven, vind ik. Het is wel commercieel, maar als moeder vind ik het ook wel leuk om even gewaardeerd te worden. Dus. Ja, het gaat om een stukje waardering en het hoeft niet altijd met cadeautjes. Wanneer is dat precies? Ik vind het juist goed toch? Goed toch? Gewoon een dagje aan je moeder denken is wel goed, toch? Je doet het elke dag, maar een keertje verwennen. Oh shit, een bosje bloemen, man. Op de dag zelf, toch? Ja, precies. Op zondag. Ik vind het er eigenlijk wel een beetje mee eens. Maar ik durf ook niet niks te kopen, hè? Want dat vind ik ook een beetje gemeen. Maar ja, ik vind het wel commercieel. We moeten onze moeders toch appreciëren? Eerlijk, het idee is zeg maar gewoon dat je laat zien dat je van je moeder houdt. Het gaat niet per se om de prijs of zo van wat je wat koopt, maar gewoon dat je moeder... Van je, om je moeder geven gewoon. Ja, ik vind Moederdag is een dag om je moeder in het zonnetje te zetten. En als er maar 1 keer in het jaar is, dan vind ik dat niet zo erg. Ik weet niet of het commercieel is. Ik denk dat het wel leuk is om af en toe iets speciaals voor je moeder te doen. Iets voor haar kopen, 1 keer in het jaar. Misschien vergeten we dat te vaak. En weet je ook wat je voor haar gaat halen? Ik ga waarschijnlijk gewoon zelf even, ik moet nog even kijken. Nee, ik moet nog wat voor mijn moeder kopen. Hey, maar ik heb een familie een fotoshoot gedaan. 3 generaties, mijn moeder, mijn dochter en ik. Ik heb net gehaald. Ik heb toevallig net wat uitgezocht van mijn dochters, dus ja, ik weet het. Nou, jongens? Schijn, denk ik. Ja, samen met mijn zus parfum voor haar. Ik denk misschien iets van wijn of zo en een kaartje, gewoon lunchen. Gewoon iets kleins, hoeft niet per se iets groots te zijn, zeg maar. Geen idee, waarschijnlijk wordt gewoon standaard een bloemetje. Is er nog iets wat jij mama wil vertellen als ze dit ziet? Nou, mama, ik hou van je. Ja, ik hou ook van je, mama. Mama, alles goed in de moedertaak. Nou, ik wens iedereen heel veel plezier dan met Moederdag en geniet ervan. Ik ben heel trots op je en ik hou van je. Ja, mama, ik hou van je. Fijne Moederdag. Nou, mama, fijne Moederdag en veel plezier met een ontbijtje op bed. Mama, ik ga oefen dit jaar. Ik ben hier zitten weer. Mama, examen makkelijk. Dit is wat mensen het Enschede vonden. Laat jij nou ook even weten wat jij ervan vindt in de comments.